Wij gaan vandaag een chauffeur ophalen die een terminale ziekte heeft. En die gaan we dan een rondje laten rijden. Het augustus 2017, heeft er de uitslagturen gekregen dat er ALA zit. Ja, heel zoer, heel emotioneel. Ja, het is voor hem echt een slag geweest. Hè, tot voor iedereen. Het vervelende is als je op een gegeven moment de diagnose een terminale ziekte krijgt, dan valt alles om je heen valt weg. Ook je collega's. Dan kom je in een isolement terecht. Dat isolement is behoorlijk heftig te noemen. En als wij met Noah vooral dat isolement kunnen doorbreken door deze mensen een bijzondere dag te laten beleven, ja, dan is dat zeer mooi om te doen. Het is toch ook wel niet goed mee weg durven gaan, omdat als ik het heb van te lui loeren namelijk. Dus dat is lastig, ja. Ja. Hoi opa! Zal ik mijn hand aan Emily? Ik ga hier in de Scania. Ik heb nog een wissel en de rest allemaal inholen in de auto van Patrick. Ik denk het laatste dingen van hem met zijn vrachtauto's dat het nu afgerond is. Een soort van afsluiting tot er. Jawel, dat was echt wel tot als ik het hou van dus de laatste keer. Want we hebben gevraagd of we het laatste stukje, de laatste 500 meter, zelf nog wou rijden. Maar dat was het te emotioneel voor, dat ging hem niet meer lukken, nee. Het was allemaal alle wc, ja. En ik ben eerlijk, wie voor hij je terrein opreed, ja, toen hield hij het dus niet meer terug. Toen begon zich inderdaad, dus ik zag wat hij allemaal stond. Toen zien we toch wel even beginnen te janken, ja. Ja. Even met z'n allen deze kant op en dan wij roepen altijd... Ja, en wie nu hij ook, ja, het deed gewoon heel veel met de gasten en de papsoezes. Ik heb het niet.